Ik ben Pascal, ik werk al 3 jaar bij Gamemania, waaronder 2 jaar in het fantastische game. Er zijn wel wat leuke gamepersonages natuurlijk, maar wie houdt er natuurlijk nu niet van de avonturier Nathan Drake? Oh, een fout kerstcadeau, ik denk dat iedereen dat wel eens krijgt in zijn leven. Hè? Zit je aan de familietafel, lekker gezellig, net verhuisd, krijg je een grasmaaier cadeau. Dan denk ik in je eigen, wat doe je met een grasmaaier? Vriendelijk zijn, knikken, ik zal daar mijn bloembakken op mijn terras in mijn appartement doen. De vooroordelen ten opzichte van de gaming of bepaalde games. Maar dat komt meer door het feit dat ze niet 100% mee zijn met waar de interesse van het kind op dat vlak ligt. Dus een goede babbel bij ons kan al veel oplossen. Kijk, voor kind is dat een leuke game. Veel kinderen heb je van 6 ondertussen eigenlijk al, tot als ik dat bekijk thuis een oudste, 19. Die spelen dat allemaal zeer kleurrijk. Die hebben daar fun mee, dus why not? We leren veel bij van klanten, eigenlijk dagelijks. Klanten zijn zo gepassioneerd met de dingen die dat ze doen eigenlijk, dat je zoveel informatie krijgt, ze hebben daar zoveel over te vertellen. En daar plukken we natuurlijk de zaken uit die we nodig hebben om ons job naar behoren te kunnen doen.